T-shirtshop Halve Garen uit Leeuwarden heeft een dikke hit te pakken met een ontwerp dat gebaseerd is op de veelbesproken jurk die Treintje Oosterhuis zou dragen op het Eurovisie Songfestival. Het gaat dan om de jurk met het laag uitgesneden décolleté. Inmiddels is er al een partij shirts naar Wenen verstuurd. Deze zullen deze dagen het lijf van de Songfestivaldelegatie sieren. Het bedrijf in de Blokkerspoort, dat bekend staat om zijn t-shirts met gekke ontwerpen, heeft al diverse media over de vloer gehad die meer wilden weten over deze hype. Je zag de jurk van Treintje Oosterhuis en dacht, die is mooi, daar wil ik wat mee doen. Ja, Tarek, die mijn baas, die vroeg van, we moeten even een keer iets actueels doen met een t-shirt. En ik keek toen naar het nieuws en toen zag ik al dat het een beetje begon over de jurk van Treintje. Toen dacht ik, nou, dat kan echt op een t-shirt. Misschien, ik had nooit verwacht dat het zo gek ging worden. Jurk is mooi jurk, maar je hoeft het nieuws niet te openen of het begon met de jurk apart. Voor jou ook? Ja. Ja, voor mij was het alleen maar mooi. Juist meer commotie, misschien komt dan de t-shirt nog meer in beeld. Dus ja. Mooi dat het zo ging. Dan is die t-shirt daar. Dan moet hij ook nog in productie. Dat zag jij wel zitten? Nou, ik kon niet anders. Ik werd eigenlijk, was wat druk op mij gezet, zeg maar. Nee hoor. Ik kreeg inderdaad, ik ben maar van de spoedklusjes hier in dat ateliertje. En toen kwamen hun aan met het shirt. En we hebben er nu zo voor nodig. Nou, ik zei, dat is prima. Dus toen ben ik het gaan maken. En elke dag kwam er weer wat bij. En toen kwam dat erbij. En nou, toen moesten ze inderdaad heel snel 40 stuks naar Wenen gestuurd worden. Voor de uitzending van het Songfestival. Voor het hele team van Treintje Oosterhuis. Dus die hebben we hier gisteren als een gek zitten drukken. En naar Hilversum gebracht door Bram. En nu zijn ze onderweg, de décolletés. Ja. Ja. Jij zegt, ik ontwerp. Hoe ben je te werk gegaan? Heb je een foto van de jurk genomen? Want ja, je moet zoiets ook nog ontwerpen. En dan moet het ook nog verwerkbaar zijn op t-shirt. Ja, het is eigenlijk heel simpel gegaan. Ik heb gewoon een vies plaatje moeten zoeken eigenlijk. Tijdens mijn werktijd, en mocht gelukkig. En heb ik eigenlijk gewoon die vakjes uitgehaald. En daardoor lijkt het al heel makkelijk op de jurk. En door dit systeem kun je hem eigenlijk ook op elke kleur pakken. Hadden jullie verwacht dat het zoveel commotie met zich meebracht? Een t-shirt van een jurk? Nee, ik niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens die jurk gezien had. Ik wist helemaal van niks. Totdat hun inderdaad mij berichtte. En ik, moet ik eerst die jurk maar even bekijken. En toen, jeetje, het is wel heel erg gaaf. Nou, en toen is het gaan lopen. Dus ik had het niet verwacht. Want... Nou, als we het nieuws een beetje volgen, dan was dat een hele spectaculaire jurk. Maar wat ze vanmorgen aan had tijdens de repetities, wat ik op het nieuws zag, dan denk ik van... Daar ga je geen ontwerp van maken voor een t-shirt. Nee, ik dacht precies hetzelfde. Ik dacht, doe gewoon de jurk aan. Dan blijft de t-shirt ook gewoon goed lopen. Maar ja, ik vind het wel jammer. Maar wie weet, als het naar de finale gaat, dat ze toch nog switcht van jurk. Ja, toch niet jullie nog een beetje een stille hoop dat die jurk vanavond wel aangaat? Ja, dat zal natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Ik denk dat ik daar niet meer slapen kan, want dan moet ik alleen maar drukken hier. Dus ik denk, het kan twee kanten op. Nee, dat hoop ik wel. Ja, ik vind sowieso al, als die jurk, ik hou er wel van. Dus ze moet gewoon aantrekken, klaar. Ja. Maar als ze hem wel aantrekt, dan kan je het t-shirt wel in productie nemen, al wordt het nachtwerk? Ja, en hij is nu al in productie, dus wat dat betreft gaat het alleen dan maar nog meer. Dus kom maar op, hartstikke leuk. Ja, zeker. Had je het een beetje verwacht toen je dit maakte dat het zoveel stof doet opwaaien? Nee, eigenlijk niet. En ik had het ook niet gehoopt eigenlijk. Het ging echt gewoon ineens. Ik stuurde een mailtje eerst naar Editionel, Etje Boulevard. Daar kwam hij eerst op tv. Vond ik het helemaal geweldig. Hij was het voor mij toen al bereikt. Ik dacht van yes, nou, dit was het. Maar het ging alleen maar door. En op een gegeven moment dan ga je je doel ook verstellen. En dan denk je van, Etje Light. RTL Late Night is misschien ook wel een leuk doel. Nou, daar kwam hij dus op een gegeven moment ook. Carlo had hem gewoon aan. Die zondag had hij hem nog laten zien bij Live For You. Nou, toen kwam het voor mij helemaal niet stuk. En toen kregen we nog een mailtje dus, gisteren. Of eergisteren was het dan. Van ja, Treintje en de hele delegatie naar Wenen willen ook zo'n shirt. Ja. Nou, toen dacht ik, dit gaat helemaal... Nog even een technisch vraagje, tot slot. Het ontwerp is niet gebaseerd op de décolleté van Treintje zelf? Het is niet de echte décolleté, nee.